Ik heb net lekker geluncht. En ik ga nu maar even lekker deuren even eten geven. En ik weet niet of jullie het ook hebben of huisdieren. Zo, ik heb mijn eten opgehaald, maar ik ga iets klaarleggen. Dat is eten lekker, maar ik kreeg ook ineens last van mijn buik van. Super tof dat je kijkt bij een Groenheel vlog. Mijn naam is Sanne Pos, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Mensen net echt letterlijk gewoon een douche gedaan. En ik ga morgen nogmaals even die boek brengen bij mijn buurman. Ik weet niet of zij hem ook heeft. Maar ja. We gaan het zien. En horen. Nu in ieder geval lekker wat koffie. Dus dan gaan we daar sowieso even drinken. Zo. En weer even lekker een bakje koffie drinken. Dus laten we dat even doen. De laatste koffiepad zo vanmiddag even denk ik vullen maar. En even smart omdoen. En even nog een bed koffie bezig. Even licht aan. Kun je hem beter zien. Oh, lekker. Top weekend gehad. Ik ben benieuwd wat jullie hebben gehad. Als weekend al is een tijdje geleden voor jullie, natuurlijk. Zo. Zo, oké. Smartje omdoen. Zo. Ja, en dan even lekker koffie zetten. En een beetje wakker worden. Dus dan gaan we dat lekker doen. Zo. Heerlijk. En het is vandaag de 20ste als het goed is. Als ik het goed heb. Oh, ik ga ook vergeten is lekker radietje aan te doen. Om lekker wakker te worden. Het is ook een lekker stel te doen. Radietje aan en lekker wakker worden. Zo, heerlijk. En nu lekker... wacht op de koffie. Ik heb net lekker geluncht. En ik ga nu maar even lekker de deur open gooien. Want het is zo prachtig weer. Om wat te genieten. Heel heerlijk. Even lekker helemaal open gooien. En net dingen achter de computer gedaan van vlogs. Dingen ingepland. En wat is het heerlijk weer. Oh, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ja, en nu maar lekker. Genieten nou. Deze heerlijke weer. Oh, heerlijk zo. En nu maar lekker. Even lekker genieten van het weer. En dingetjes doen achter de computer. En bedenken. Oh nee, dat hoef ik niet eens. Bedenken, ik wou zeggen, bedenken om te eten. Wat ik ga eten. Maar ja, dat ga ik nog. Dus ik kan nog wel. In ieder geval zitten bedenken eigenlijk hier ook lekker aan te zetten. Ja, dat ga ik denk ik even doen. Zo. Dat is echt wel lekker namelijk. Ik ga hier lekker naar ruiken. Deze is dus leeg. Dan ga ik allemaal een stokje erin. En even aanzetten. Zo. Even kijken of die aangaat. Ja. Zo te zien wel, dus ik ga even aankijken en dan ja. En ik ga even deze boek maar even bekijken. En wat ik gisteren al zei, ik ga eentje aan mijn vlog van gisteren heb gemeld. Dat ik eentje aan mijn buurman zou geven. Tenminste, ik ga je even naar vragen of die ook lid van het legioen is. En anders ga ik weer aan iemand anders geven die waar ik wel mee blij op kan maken in ieder geval. En nu maar even lekker relaxen. Want ik ben vroeg wakker geworden, 4:30 wakker. En 6 uur, 6:30. Nee, 4:30. Denk hoor. 4:30 voor mij naar mijn werk. Nee, 6:30. Ja, 6:30. Nee, 4:30. Naar mijn werk om 6:00 te beginnen. Zo. Hoe moeilijk is dat, Sanne? Nou, zo moeilijk dus. Maar ja, ik ruik die weer op. Het is goed bezig. En het is lekker weer, het is lekker zonnetje, lekker schijnen, is ook goed bezig. Hoe lekkerder kan je dan nog hebben, deze heerlijke dag. Oh, ik was aan het werk en ik heb zo'n sok aan die de hele tijd afzak onder mijn voet gaat zitten. Zo hinderlijk. Ik weet niet of jullie ook iets hebben, iets wat hinderlijk is, wat je aan hebt, dat hinderlijk is, wat een beetje irritant aangeboden is, bijvoorbeeld mouw die niet mee wil werken, of onderbroek die afzakt, of broek die afzakt, noem maar allemaal op. Laat even weten in de reactie of je iets herkenbaar hebt, of je wilt delen dus aan jullie, of jullie er wel iets hebben ervan. Maar ja, ik ga niet meer wat ik al zei. Even lekker relaxen achter de computer zitten. Alleen van de zon genieten. Ja, even eten geven. En ik weet niet of jullie het ook hebben, of huisdieren. Al hebben jullie huisdieren, laat even weten in de reactie. Maar zitten ze ook vaak te plaffen, zo te zeggen, of te mouwen? Of wat anders, wat die andere huisdieren doen? Nou, dat kan je in ieder geval wel, maar dat weten jullie al natuurlijk. Ja, we eten hè. Ja. En ik ben zelf ook nog wel eens benieuwd wat ik dadelijk ga eten. En ik moet nu eten halen, ophalen namelijk. Dan kan je geloof ik naar weg. Omdat, nou, kan ik ze heel goed uitleggen, lastig om uit te leggen. Er zijn er begeleiders, die hebben natuurlijk uren. En, ja, hoe kan ik het goed uitleggen? Dan heb je de uren. En die uren moeten ze wel in een week hebben. Nou, dat is wel algemeen, dat weten jullie misschien voor sommige mensen ook. Nou, niet iedereen kunnen dan werken. En dus dan is het een punt dat eigenlijk is normaal maandag 2 begeleiders, donderdag 2 begeleiders. Maandag 2 begeleiders, woensdag 2 begeleiders en donderdag 2 begeleiders. En niet altijd is dat altijd zo. Omdat sommige mensen minder uren werken dan anderen. Dus ze kunnen op die dag niet werken. Dus om eigenlijk wel begeleider te zijn, kan dat niet altijd gevuld worden. En ik heb er tussendoor even de deur dicht gedaan, want het is best wel frissig. En ik weet niet of het nou gek is. Maar is het nou nu kouder gaan worden? Mijn gevoel wel. Buiten. En even die zakje van Ganja weggooien. Maar ja. Het kan ook weer aan mij liggen. Dat ik het snel koud heb. Dat wel, zo ben ik in ieder geval. Want ik heb zelf nog mijn kachel aangezet. Want ik vind hier best wel koud. Al is het nu 23 graden. Ik zet het nog iets hoger. Ik vind het wel best wel koud. 23 is voor mij koud. En ik ga nog even naar de buurman nog steeds. Moet nog doen. Om de boeken te geven. En eerst te vragen of hij die heeft al. Dus dat ga ik ook nog doen. En tussendoor zit ik lekker YouTube te kijken hier. Dus die ga ik daar even verder kijken. En wachten tot ik iets hoor om eten op te halen. Dus dat betekent dat ik mijn eigen bordje moet pakken. Naar beneden moet lopen. En dan krijg ik daar eten op. Ja, oké, dat is wel logisch. Maar ja, ik ga daar even op wachten, tussen de radio kijken en de vlog kijken. Zo, ik heb mijn eten opgehaald, maar ik ga iets klaarleggen. Ik was toevallig even het boek kijken van Feyenoord. Maar dan ga ik heel even hier neer. Ah, ik heb ook alles vervallen. Deze gaan naar de keuken. Want ik heb daar eten staan en dat is iets wat ik heel lang niet gegeten heb. Deze pak ik erbij, deze pak ik erbij. Saus. Saus. Mayonaise. Zo. Ja, deze maar. Ik heb geen andere mayonaise. Dit zit er buiten de koelkast. Ook bijna op. Dat is goed voorbereid. Not. Deze maar. Die. Deze twee pakken maar en dan lekker eten. Met, ja, witlof met patat. Nooit gegeten, maar proberen waard vind ik altijd. Ik ben zo'n type die altijd iets probeert te eten. Dus vandaar, even camera neerzetten en eten pakken. Vergeet het bestek. Zo, dan heb ik het hier staan. En tussendoor ga ik lekker YouTube kijken, maar eerst even dit witlof-ei proberen. En dan nu maar lekker eten, met YouTube bekijken erbij. Dus kijk hier, friet met witlof. Nooit gegeten, probeer weer. Maar proberen waard. Het eten lekker, maar ik kreeg ook ineens last van mijn buik van. Wat ik nu niet meer heb gelukkig, dus ik ben 3 keer daarvoor naar de wc geweest. Hoe dat kwam, geen flauw idee, geen flauwe zak. Maar in ieder geval, het zou denk ik door witlof kunnen zijn. Want ik had wel één stukje wat een beetje hard was, dus dacht ik, die echter proeft een beetje rauw. Terwijl er eigenlijk volgens mij rauwe witlof kan eten toch? Laat even weten in de reactie, volgens mij wel. Dus dan zou het alsnog raar moeten zijn. Onze friet was niet goed. Nee, geen flauw idee. Maar ik ga lekker relaxen. Zit lekker relaxed achter YouTube te kijken. En ja, het is super tof. Even lekker relaxen. Alleen irritant is, ik heb telefoon met powerbank, maar ik heb ook gewoon een oplader. Maar die pakt hij niet. Ja, hij pakt wel qua opladen. Maar als ik juist op mijn telefoon beide wil, ook op drop wil zitten. Dus ik wil voor mijn Instagram, dat bedoel ik daarmee. Op Instagram gaan of TikTok. Dan laat hij niet op. Dan gaat alleen jouw batterij eraf. In plaats van erbij. Denk van hoe dan? Maar gelukkig, nu komt de batterij bij. Maar wat ik ook even ga doen is even lekker dadelijk even lekker bijkomen. Even lekker een beetje liggen. En lekker op tijd slapen. Dus dat ga ik ook doen. Ik zit even toevallig even op de Instagram kijken. Dus ik ga dat even doen. En op tijd naar bed toe in ieder geval. Zo, even lekker YouTube gekeken te hebben. Ga ik klaarmaken en even alles dicht te doen. Normaal heb ik het trouwens begeleidmoment. Maar dat had ik al verteld, er staat nu maar eentje beneden. Dus ja, die kan niet bij iedereen lang zijn. En sommige cliënten beneden hebben dan weer dezelfde tijd als mij, om zo te zeggen. En ja, vandaar. Maar ik ga nu, wat ik al zei, lekker richting mijn bedje in. En nu lekker slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, het zou tof zijn als je meneer abonneert. Zeg ik vast veel kijken voor een goed deel vlog om 1 uur. En hierbij laters. Ik zat trouwens erin te bedenken om aan te filmen hoe ik edit. Zo, en op die manier maak ik mijn vlog. Go,